Vandaag ging het avonturenpark weer open voor een nieuw seizoen. En dat houdt in dat ook de nieuwe show van Kareltje en Jasmijn in première ging. Een tikkeltje gespannen waren Kareltje en Jasmijn wel. Maar volgens acteur Willian Kleinjan, die Kareltje speelt, is dat niet meer dan normaal. Beide voorstellingen trokken veel bezoekers en de reacties waren enthousiast. De kinderen in de zaal lachten, riepen naar Kareltje en hielpen Jasmijn met het spelletje Ezeltje Prik. Een groot deel van de show staat in het teken van Spellendoorn, een nieuw onderdeel in het avonturenpark. Veel spelletjes, maar ook een spannend verhaal in Hotel Kikaballa, waar Jasmijn kwijtraakt en Kareltje naar kamer 999 moet, de kamer van de heks. Wie wil weten hoe dat afloopt, die moet naar het avonturenpark om de show met eigen ogen te zien. En volgens de bezoekers is de nieuwe show dan ook een echte aanrader. Nou, je zag ze niet in.